Maar als je dus gewoon je QR-code scant. Nou, misschien ook voor de camera. Op het moment dat ik die in beeld zet met mijn telefoon, heeft hij hem te pakken. En gaat hij naar. Want het is nu zaak, nu het bekend is dat het centrumplan eindelijk aangepakt wordt. Dat, hoe we dat samen met de inwoners doen. Ja. Ik heb zelf denk ik al wel mijn uitspraak gehoord. Het centrum is van ons allemaal. Hè? Niet alleen van de direct aanwonenden, maar echt van ons allemaal. En om dat gestalte te geven, willen we dat ook zo breed mogelijk doen. 24 april, Koen weet daar alle dingen, dan starten we formeel met die actie. Jongens. Dat is een online bijeenkomst en vanaf daar gaat dat hele programma dus lopen. Ja, en ook hoe dat we mensen gaan betrekken. Want wat je niet moet vergeten is dat er in een redelijk korte tijd we tot dit centrumplan zoals het er nu voor ligt zijn gekomen. Dat is een traject wat normaal jaren duurt en dan kun je zeggen, ja, daar waren jullie toch al 10 jaar mee bezig. Dat klopt. Hè? Maar nu is het centrumplan opnieuw opgepakt en is opnieuw naar actualiteiten gekeken van wat is er dan nu nodig. En daar is het nieuwe centrumplan uit ontstaan. En nu lijkt het alsof we de omgeving niet hebben meegenomen en niets is minder waar. En dat willen we nu alsnog laten zien. En omdat het zo'n korte tijd is, we hebben een gemeenteraad die alleen dit jaar nog voor Sint-Antonis kan beslissen. En we willen dit jaar het bestemmingsplan nog vast laten stellen door de raad. Want dat was ook een beetje wat in het dorp leefde, hè? De reuring ontbrak een beetje zo van, hoe zit het eigenlijk met dat centrumplan, hè? Ja. En plotseling, dus was het er. Ruk gezegd, is het er. Ja, nee, maar we beseffen ons terdege dat dat gevoelig is. Ja. Dat wil echter niet zeggen dat wij de inwoners niet willen betrekken bij het centrumplan. En critica's zullen zeggen van, ja, jullie zijn, wij mogen daar alleen maar ja of ja zeggen. Zo is het natuurlijk niet. De invulling en hoe dat het eruit komt te zien in werkelijkheid, zijn de inwoners uiteraard gewoon mee aan zet. Een concept eigenlijk, van zo in eerste instantie. Ja, kijk, je kunt ruimtelijk gezien en inhoudelijk op een gegeven moment, je moet een visie en een plan neerleggen. Dat is nu klaar, dat hebben we en we weten welke functies waar ongeveer moeten komen. En nu is het aan het overleg, zeg maar, met elkaar om te komen tot een puntje op die en hoe het er werkelijk uitziet. En er is dus gewoon nog ruimte voor overleg daarin, maar het grote concept ligt wel klaar. Want het is het best omvangrijk geworden, heel, uiteindelijk. Heel omvangrijk zelfs, ja. Durf ik te zeggen. Ja, wat dat betreft, ik zeg het ook best wel met enige trots. Want wat wij in een driekwart jaar voor elkaar hebben gebokst, is best wel ongekend. Ja. Iedereen die ik daarin spreek, ook mensen die best wel in de materie zitten, zeggen van dit is wel echt heel erg veel in een hele korte tijd. Ja. Want dus, je zou kunnen zeggen, de woningbouw staat centraal. De woningbouw staat centraal in zekere zin, omdat wij als gemeente Sint-Antonis nog een hele inhaalslag maken op woningbouw. De kern Sint-Antonis heeft een extra been bij te trekken daarin. En de wens om het centrumplan toch eindelijk te ontwikkelen is natuurlijk daarbij leidend geweest om dit project op te pakken. Ja. Een ander centraal punt is ook denk ik de verplaatsing van de supermarkt. Hè? Met ja, dat was voor ons, dat is de reden geweest waarom het... Nou ja, voor sommigen wat lang geduurd heeft. Bij ons zit daar het formele startpunt, zodra daar het ei gelegd was. En dat hangt ook van de ondernemer af in kwestie. Daarna pas kun je de rest daarop passen. Dat wil niet zeggen dat we dat niet voorbereid hadden, maar voordat de puzzel gelegd kon worden, moest die keus gemaakt zijn. Ja. Verbinding is een centraal woord geworden, hier in de gemeente ook. Samen Sint-Antonis werkt daar in ieder geval ook hard aan. Verbinding, maar gebouwelijk ook verbindelijk. Hè? Niet tussen mensen, maar ook. Nou ja, wat het centrum van Sint-Antonis intussen mist, is inderdaad, nou ja, noem het maar verbinding, maar de samenhang van de gebouwen. Ja. En door een supermarkt, zeg maar, toch net weer net van deze plek weg te houden, zou anders verbinding kunnen wegvallen. Dus juist daar hebben we naar gezocht om dat weer met elkaar in verbinding te brengen en dat doen we door een hele metamorfose, zeg maar, van het centrum met respect voor hoe het vroeger was. Want we vinden zelf nog steeds dat dit de mooiste brink van Brabant is, zo is die ook ooit uitgeroepen en die ambitie is er nog steeds, we vinden nog steeds dat dat is en kan blijven. Mooiste brink van Brabant, maar, en dan voel je natuurlijk al meteen waar we naartoe willen, geen blik, hè? Nou ja, we gaan daar ook wel even met de maquette kijken, maar de insteek is dat inderdaad dit beeld wat we nu hebben vervalt. Dat wil niet zeggen dat er nooit meer een stuk blik hier zal staan, want we hebben natuurlijk ook, om maar iets te noemen, een kerk, maar dadelijk ook in de visie staan 3 horecagelegenheden. Ja. Wat nu daar geschoffeld wordt, moet straks de kiosk komen. Maar hier moet je, waar we hier staan, wordt een terras of is een terras. Dat is, wij voorzien daar waar de 3 ijzeren bakken staan, zeg maar, dat daar ook een terras ontstaat.
En we hebben natuurlijk het terras bij de drie burgemeesters. En daar hoort geen blik bij. Maar we hebben ook mensen die wat minder goed ter been zijn, die zul je toch ook oplossingen moeten bieden. Dus het vraagt om een visie, ja, hoe dat je met dat geen blik omgaat. Dat, je noemt al de kiosk. In onze beleving, Basti? Nou, in het oorspronkelijke plan met vitale kernen zouden de mensen van de kiosk hier een plek uitzoeken. En wij zeggen nu, in de nieuwe visie, dat is ook al afgestemd met hun, en dat is eigenlijk ook al gekozen, dat die hier, zeg maar, hierachter, waar nu de wiegjes staan en ons waterbeeld, daar komt de kiosk te staan. Ja. Kijk, maar op het moment dat je, want daarom staan we hier even buiten, als je nou je QR-code scant, dan kom ik op een website van de gemeente terecht, die de Brink in zijn deelplan volledig uitlegt waar we hier nu staan. Ja, dat geeft meteen een mooie tekening dat dit het beeld van als je hier nu staat, dat dit nieuwe beeld wordt. En natuurlijk zijn dat impressies en schetsen, maar dat is wel de bedoeling wat we ermee voor ogen hebben. Dus er zit een bepaalde visie, hebben we neergelegd, die we nu met de inwoners willen delen. Om zo tot de volledige echte invulling te komen. Wij hebben een ambitie neergelegd, of een woonplanning, staan voor de komende 7 jaar van 800 woningen in de hele gemeente Sint-Antonis. Waarvan 450 ongeveer in deze kern zullen vallen. Nou, en dat wordt dan gefaseerd, zeg maar, uitgegeven. De bedoeling is wel dat we het via bestemmingsplannen en grondexploitatie dit jaar nog zoveel mogelijk besluiten. En dat varieert van, ik heb pas natuurlijk een moment gehad bij Peelkant Oost, waar nieuwe woningen komen. Nou zitten we hier bij het centrumplan en zo hebben we nog straks een groot plan. En dat zijn allerlei plannetjes tussenin waar inbreidingslocaties ook gebruikt worden voor woningen. De kiosk komt eigenlijk nu op een mooiere plaats nog dan men had durven dromen, denk ik. Dat was vroeger geen optie om hier zo centraal neer te zetten. Dus hij wordt belangrijker dan dat hij oorspronkelijk was, denk ik. En dat we de Brink dus weer teruggeven aan de reuring die hier op de Brink zou moeten plaatsvinden. En dat wordt natuurlijk niet hetzelfde als dat het tot in het begin van de jaren 90 is geweest. Want daar had je ander soort uitgaan in die tijd. Ja. Maar wel eentje die bij deze tijd past, waarin het een plek wordt van ontmoeting en recreëren in de breedste zin van het woord. Je bent wethouder ook in gesprek moeten met particulieren, hè, van hun woningen, vooral denk ik, hun omgeving. Ja. En dat moet dan ook allemaal weer aansluiten. Ja, kijk, je ontkomt er niet aan dat als je op deze mate, in deze vorm, zeg maar, het centrum ontwikkelt, dat daar particuliere eigendommen in zitten. En die dan ook wel een andere functie krijgen in jouw visie. Nogmaals, het is een visie die is neergelegd, die is best helder. Hè. Nogmaals, je kunt daar de maquette bekijken. Maar dat betekent ook dat particuliere eigendommen aangekocht moeten worden en die een metamorfose gaan meemaken. Nou, daar zijn we al wel een tijdje mee in gesprek, met de meeste daarvan in ieder geval. En bij een groot deel is er ook al overeenstemming en vindt dat gewoon belangrijk. Moet je die dan, ben je dat verplicht om die een alternatief aan te bieden? Of? Nee, dat is een onderdeel van de onderhandeling. Nee, dat is gewoon de verkoop. In principe is het gewoon plat een koop van een bepaald perceel met de panden. En als de huidige bewoner zegt van ja, maar ik wil heel graag hier blijven wonen, dan neem je dat mee in je overweging, want er komen tenslotte ook woningen terug. Dus die mogelijkheid hebben we. Wil je eens reageren op de volgende deelplannen? Oelbroek. Ja. Want er is eerst zo'n beetje misverstand over. Ja, wat hoort nog bij Oelbroek? Hè? Oelbroek hoort is eigenlijk Jan Linders bij Oelbroek? Plan Oelbroek? Nee, Jan Linders aan zich niet. Het is een op zichzelf staand plan. Dat is aan de Breestraat. Tezamen met de parkeerplaats die daarvoor nodig is. Want er komt ook, hier zeggen we, de ambitie is hier om de auto's ervan af te hebben. Straks komt er een parkeerplaats die capaciteit zou kunnen opvangen in onze beleving. En Oelbroek is eigenlijk het stuk wat voor de insiders vroeger het Rollenbergterrein was. Ja. En daar moet invulling gegeven worden. En dat doen we door middel van 200 kappers tot geschakelde woningen die een variëteit aan functies kunnen hebben. Ja. Ja, Breestraat, dat spreekt zeker voor zich. Prachtig werk, prachtige aanpassingen. Ja, de weg is op het laatst nog in zijn planning iets gewijzigd in het wegdek. Want je zit hier dat zogenaamde shared space, waardoor er rekening is gehouden met de mogelijkheden die zouden kunnen komen. Waardoor dit een centrumgevoel ook wel geeft tot en met de nieuwe supermarkt straks.
En de panden die de verschillende panden die tot nu toe het beeld hebben bepaald, daar zijn er verschillende van aangeschaft. Door ons, dan wel door de ontwikkelaar in kwestie die daar gaat bouwen. Om dat van een ander gezicht te verdienen. Ik bedoel, dat is hier te zien, maar een eindje verderop. Naast de oude EDA. De oude EDA gaat natuurlijk weg. En daarnaast zijn er een paar woningen die vallen ook weg. En wat moeten we dan voorstellen van het verkeerssnelheid of indamming en dat de inrichting. Kijk, het blijft een verbindingsweg. Ja. En de inrichting is al zo gemaakt dat het uitnodigt tot wat langzamer rijden. Ja. We verwachten dat dat zo ook blijft. Ook, zeker omdat je ook verschillende langzame verbindingen maakt met de Breestraat. Ja. He, zoals die hier nu al fysiek aanwezig is door het wegnemen van de oude link. En je ziet ook al 's morgens de kinderen die naar school gaan en die steken nu hier over in plaats van een eindje verderop. Dit is de oversteekplaats al geworden. Nou, dat is natuurlijk wel belangrijk voor een centrum. Kijk, hier maar 's morgens om 8:30 of net iets voor 8:30. Zie je daar natuurlijk de oversteekplaats intussen hier hebben en dat we daar over gaan. En misschien ook nog wel goed om te melden. De raad heeft nog een besluit genomen en dat is om de Brinkstraat, deze straat, dit jaar nog van een wat begaanbaarder pad te voorzien. Zodat de mensen meer moeite om te kunnen lopen en zich te verplaatsen, zodat die Brink beter gebruikt kan worden. En laat dat geen misverstand over zijn, wij willen de Brink zoals die zich nu uitstraalt, willen we intact laten. Dus het is niet zo dat daar al iets gebeurt wat straks weer verandert. De Brink zoals die is, moet eigenlijk zo blijven, die wordt alleen beter, mooier en weer op orde gemaakt. Ik hoorde reacties nog in 1997, ja. Over de begaanbaarheid van deze weg. Maar hij heeft wel zijn charme natuurlijk, dus je wil op zich die kinderkopjes wil je wel houden. Alleen wij weten ook dat, als je mensen die hier wonen weten, dat als je hier overheen rijdt, dan de begaanbaarheid is daarmee beperkt. Ja. En door die alvast op te lossen, dat gaan we dit jaar nog doen, maar dan blijft de Brink aan zich, de uitstraling van de Brink blijft gewoon intact. Hier staan hier, hè? Dit is het gemeentehuis. En hier zit de oude supermarkt. Nou, je ziet dat daar ook een ander beeld aangegeven is. En de nieuwe supermarkt komt hier. De eerstvolgende is hier. Hier staat nu nog het garagebedrijf en tankstation. Dat zit op deze plek, tot hier. Dus alles wat wit is, want als ik dit eruit haal, zeg maar, hier is nou het tankstation. En daar komt dit voor in de plaats. En dan beginnen we met deze woning. Daar gaan we dit jaar nog mee starten met bouwen. Dit is Oelbroek. Dus het veld blijft gewoon behouden. Maar we beginnen met deze woning te bouwen. Want als deze woning gebouwd is, kan degene die hier woont, daar gaan wonen. En kan het hier de start van de supermarkt beginnen. En met de start van de supermarkt, dat kan pas als het bestemmingsplan gereed is. En dan komt de rest ook in beweging. Want dat wil zeggen, hier hebben we deze woningen nu gesitueerd. Dat zou ook een gecombineerde, half winkel, half wonen zijn. Of weet je wel. Dus hier multifunctioneel, hier zeg maar geschakelde woningen, twee onder een kap. Er zit hier ook wat enkele in. En hierin kun je je van alles voorstellen. We hebben ook een verbeelding dat je dat in een V-vorm met allemaal geschakelde woningen, patio-achtige woningen met verschillende functies, dat hebben we hier eigenlijk allemaal voorzien. Hier is de winkel van Hulst. Daarnaast staat een voormalig stuk winkel. Ja. En daarnaast staat nu nog de oude videotheek, zeg ik altijd. Vroeger ook de woning van Hulst. Van Hulst had vroeger drie panden naast elkaar. Dat weet jij nog wel. Hè? Nou, die ene, de derde, die gaat dus weg. Daar komt de verbinding. Ja. Maar we houden dat groene hart blijft. En mensen die de oude visie nog kennen van die echt al jaren terug is ooit gezegd, dit groene hart moet verbonden zijn met dit groene hart, moet via deze kant verbonden zijn met het Zandseveld groene hart. Dat zijn de drie groene harten van deze kern. Intussen hebben we er natuurlijk hierbij de voormalige school ook weer een bij. Hè? Dit is dadelijk intussen ingevuld, deze kant, hier. En daar is dit groene veld wordt ook doorgetrokken. Dus we hebben er dadelijk vier in de kern.